Karel, welkom ook. Dank je. Ja, het is ook wel, je hebt ook een mooi filmpje gemaakt waar we graag naar gaan kijken. Dag allemaal, ik ben Karel Lam en ik neem jullie vandaag graag mee in mijn werk als artsonderzoeker bij het MS Centrum Amsterdam. Nou, ik doe onderzoek naar multiple sclerose, oftewel MS. Maar voordat ik hier aan mijn onderzoek werk, heb ik geneeskunde gestudeerd. En al in mijn tienerjaren had ik een fascinatie voor gezondheid en de biologie erachter. En wist daarom dat ik eigenlijk al heel snel geneeskunde wilde studeren. Maar het waren vooral ook mijn persoonlijke ervaringen die ik heb gehad, die mij lieten zien hoe je als arts zoveel kunt betekenen voor mensen die ziek zijn. Die vaak ook leven met een angst en onzekerheid. En daarom wil ik graag als arts en hopelijk ook later als neuroloog, wil ik deze positieve ervaringen ook overbrengen op andere mensen. MS is een chronische ziekte van de hersenen en het ruggenmerg, waarbij het afweersysteem ontstekingen veroorzaakt. Dat zie je hier als witte vlekken. Het onderzoek dat ik doe heet het EBSMS-onderzoek. Nou, bijna iedereen heeft al een smartphone. En met dit onderzoek onderzoeken wij of we de smartphone zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken. Door veelvuldig, maar ook op afstand in de eigen thuisomgeving van de patiënt te meten, hopen we op die manier de symptomen en het verloop van de ziekte beter in kaart te kunnen brengen. Hiervoor zijn twee speciale smartphone-apps ontwikkeld. De ene meet de typvaardigheid. De ander bestaat uit looptesten, denktesten en oogtesten. En deze testen en gegevens gaan wij vergelijken met metingen in het ziekenhuis. Inmiddels ben ik klaar met het meten van de patiënten en ben ik grotendeels bezig met de analyse van de waardevolle gegevens die ik verzameld heb dankzij de inzet van vele patiënten die aan mijn onderzoek hebben meegedaan. Ik hoop hiermee dit jaar te kunnen promoveren op dit onderzoek. Nou, dit jaar promoveren. Dat is er nog veel werk aan de winkel? Er is nog heel veel werk. Ja. Trouwens, heel mooi dat je dat je echt dokter wil worden om het verschil te kunnen maken, hè? Ja. Van betrokkenheid, ja. Intermenselijkheid. Ja. Ja, en dat zie ik ook echt heel erg terug in het vakgebied waar ik nu in zit. En gelukkig ook in mijn werk met dit onderzoek, waar ik ook veel patiënten zie en ook spreek. En ook al is het voor een onderzoek, kan je toch wel ook wel wat van de mensen betekenen. Een lang contact, hè, neurologisch gezien. Het is niet chirurgisch binnenkomen en weg in de volgende. Ja, vooral bij een vak, ziekte als MS, als een chronische aandoening. Ja. Dan komen mensen, die zijn echt, dat is ook niet, nog niet te genezen. Dus die komen ook jaren bij een neuroloog terug. Ja. Ja, dus het ook net zoals bij Marleen, MS is natuurlijk ook weer echt een grillige en onduidelijke ziekte, hè? Ja. Er zijn de afgelopen jaren gelukkig wel steeds meer te weten gekomen over MS. Hè, van wat is het nou de mechanismes? Ik begrijp het nog niet helemaal. Maar dankzij wel die toegenomen kennis zijn er gelukkig wel de afgelopen 25 jaar enorm veel behandelmogelijkheden bijgekomen. Ja. Waarmee we de ziekte in ieder geval steeds beter kunnen afremmen. Maar het is even voor de duidelijkheid, ook weer als leek, het is niet genezen, maar het is afremmen. Ja, momenteel nog wel. Ja. Het is heel grofweg kan je MS een beetje onderscheiden dat er een beetje twee ziektemechanismen spelen. De ene is dan dat er aanvallen optreden van ontstekingen plotseling. En dat leidt dan tot uitvalsklachten. Die zullen dan op een gegeven moment kan dat minder worden of helemaal verdwijnen. En dan is het eigenlijk wachten tot een tweede aanval komt. En de andere vorm is dat er eigenlijk continu achteruitgang is. Ja. We zijn momenteel wel goed om die aanvallen te stoppen, maar die geleidelijke achteruitgangfase van de ziekte, daar zijn we eigenlijk nog heel, heel slecht in om dat goed te kunnen stoppen. Ja. En dat is alles op gericht om dat. Nou, is in mei 2016. Het was een belangrijke maand voor jou, vertel. Ja, dat was dan is alweer een hele tijd geleden. Ja, ik was toen nog niet zelf aan het werken als onderzoeker hier. Nee. Maar toen was een MS Hackathon georganiseerd. En wat is de MS Hackathon? Dat is eigenlijk een soort samen bijeenkomst van mensen die betrokken zijn bij MS. De zorgverlener, artsen, verpleegkundigen. Maar ook mensen die eigenlijk van een heel ander vakgebied. Dat zijn juist mensen die veel kennis hebben van gegevens. Grote hoeveelheid gegevens, programmeurs, samen met ook patiënten en ook naasten van patiënten. Om zo pingpop, maar dan allemaal op MS gebied. Ja. Inderdaad, ja, met het idee van, goh, kunnen we nou tot nieuwe inzichten komen, ideeën komen, hoe we door gebruik te maken van
kennisvakgebieden buiten de artsen, kunnen we daar nog ideeën hebben om de zorg van MS verder te verbeteren. Ja. En daar zijn eigenlijk uiteindelijk twee apps uit naar voren gekomen. En welke apps zijn dat? Dat zijn de NeuroKeys en de MS Sherpa apps. Begin even met de NeuroKeys. NeuroKeys, ja, dat is eigenlijk een toetsenbord app. En ja, maar dan op de telefoon, dus dat doe je dan eerder met je duimen. Ja. Ja, en het mooie daaraan is dat het, het vervangt eigenlijk je standaard toetsenbord. En het enige wat je hoeft te doen... Is het een QWERTY toetsenbord op je telefoon? Ja, het is een QWERTY toetsenbord, een touchscreen toetsenbord. Ja. Ja, het ziet, en wat meet die dan? Ja, het meet wat de app kan, want het is eigenlijk niets anders dan gewoon een toetsenbord, maar wat de app kan gegevens verzamelen over het typen. Dus we kunnen dan meten van wanneer een toets ingedrukt wordt en wanneer een toets losgelaten wordt. En dit geeft ons informatie over bijvoorbeeld de typsnelheid. En daarin wordt ook onderscheid gemaakt, is het een gewone letter of is het een leesteken of is het een delete knop. Dus we verzamelen niet inhoudelijk wat er getypt wordt, hè. Dus het is wel privacy gewaarborgd. Maar zo kunnen we toch wel die typsnelheden afleiden. En uit onze eerste onderzoeken zien we eigenlijk dat de mensen met MS, dat die trager typen dan mensen zonder MS. En dat verschil, dat konden we niet verklaren aan de hand van leeftijd, geslacht of dat mensen met MS minder typen. Dus dat zag er wel al meteen veelbelovend uit. Onze hypothese is dat dat echt te maken heeft met de afname in handfunctie en ook in cognitie. Dat zijn beide twee functies die je nodig hebt om te typen. Maar dat zijn bij MS hele bekende markers, twee. Ja, dat zijn ook wel twee. Je gaat functies. In die patiëntengroep, hè? Want ik heb een typemachine in tijd, dus ik sla al die toetsenborden helemaal een flarden, dus dat gaat me niet goed. Maar als ik zelf ga typen en er zit een van de supersecretaressen naast, ja, dan heb ik, dan ben ik de sjaak. Ja, ja. Nou, we hebben natuurlijk meerdere mensen in ons onderzoek. Ja. En we zagen dat bij beide groepen, dus zowel in onze groep met MS als in de controlegroep, daar zaten ook gewoon verschillen in hoe snel mensen typen. En dat was dan niet verschillend tussen die twee groepen. Okay. Dus dat geldt ook voor leeftijd. Het is niet zo dat de mensen zonder MS, dat die allemaal jonger waren, sneller typen. Nee. Dat was vergelijkbaar met elkaar. Dus, dus wat je naar overhoudt, dan lijkt toch echt wel dat dat te maken heeft met, met de armfunctie en de cognitie. Nou pakt hij geen... hij registreert niet wat er getypt wordt. Maar kan het ook zijn dat iemand typfouten maakt waarbij die woorden omdraait of dingen door elkaar gooit, dat het MS gerelateerd is? Of is dat iets wat niet speelt? Nou ja, dat... Want dat is natuurlijk iets wat je niet meepakt nu, hè? Nee, precies. Nee, zo had ik er nog niet goed over nagedacht. Maar als ik er nu zo snel even nadenk, zou dat toch zomaar eens kunnen. Je ziet bij MS kunnen dus cognitieve klachten voorkomen. Ja. Hè? Je kan ook problemen hebben met het formuleren van woorden, woordvindstoornissen. Maar dat je een ander woord gaat zoeken. En dat het ja, precies. Dus dat zou wel een relatie mee kunnen hebben. Dus hij controleert nu op snelheid waarmee een toets ingedrukt wordt, op leestekens, over correcties en correcties dat soort ook, hè, dus hoeveel tijd hebben mensen nodig, of hoeveel fouten maken mensen, dus dat wel, hè, dus hoe vaak wordt de backspace-knop gebruikt, maar ook hoeveel tijd kost het om een leestekens te typen, dat geeft ons weer net andere informatie. En hoe is die nulmeting dan gaan? Want je gaat op een gegeven moment, ik vind het fantastisch hoor trouwens, maar je gaat natuurlijk zo'n soort toetsenbord ga je gebruiken, dan moet je een nulmeting hebben eigenlijk met wat normaal is. Ja, nou kijk, we hebben niet een specifieke nulmeting ingebouwd, want het idee is eigenlijk, het is een doodgewoon toetsenbord. Dus je hoeft eigenlijk niet per se anders te typen dan je eigenlijk al gewend bent. Het ziet en voelt eigenlijk grotendeels hetzelfde. Nee. Nou, we zagen uiteindelijk dat mensen wel een eerste periode misschien wel een beetje moesten wennen aan het toetsenbord, maar daarna kon dat al meteen gebruikt worden. Ja. Oké, ik zit even te kijken wat ik van allemaal vragen binnen. Oké, dat is de NeuroKeys, hè? En hoe is het met de informatie? Zijn er al zinnige dingen uitgekomen nu? Ja, dus dat eerste onderzoek, de eerste resultaat waar ik over vertelde, was dat het verschil tussen mensen met MS en zonder MS. En vervolgens hebben we ook gezien dat bij binnen het groep van MS, mensen met een slechtere handfunctie, slechtere cognitie, dat ook overeenkwam met hogere tijden die nodig waren voor het typen. Dus dat ziet er al veelbelovend uit, hè? Dat we wel kunnen zeggen van, nou, mogen kunnen het typen gebruiken als een soort marker voor armfunctie, voor cognitie. En dat hangt dan weer goed samen met de algehele
status van de MS. Ja, want ja. Wat is aan dat MS, wat is daar dan nog aan te doen als je ziet dat het terugloopt? Is dat met medicatie of? Er zijn meerdere dingen dat we daarmee kunnen doen. Eerst is dat we dus al, want het is wel belangrijk, ook zoals wat eerder bij dementie met Lewy Bodies werd genoemd, het is belangrijk om te weten hoe staat het ervoor met de patiënt. Ja. Maar als we het ook echt over de tijd kunnen meten, als we het al een achteruitgang kunnen detecteren, dan weten we al misschien eerder dan nu dat er iets aan de hand is met de patiënt. Ja. Want nu komt de patiënt enkele keren per jaar bij de neuroloog. Dus natuurlijk een hele tijd daartussen waarin we dan eigenlijk geen gegevens krijgen. En als zo'n telefoon door het normaal type toch wel een achteruitgang kan vinden, dan zou dat toch een trigger kunnen zijn om bij de neuroloog even een controle in te plannen. Ja. 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 En dat je nog een app. En dan nog een app. En kijk, dat is dan de MS Sherpa app. Niet voor, hè? Ja, exact. Ja. Nee, de MS Sherpa app, dat is een app waarin wel patiënten testen kunnen uitvoeren. En dat zijn dan looptesten, cognitietesten, oogbewegingstesten. En er kunnen ook korte vragen afgenomen worden over vermoeidheid, pijn, klachten en dergelijke. En dat zijn grotendeels een soort digitale varianten van testen die we al doen in het ziekenhuis. En hoe communiceert hij dan als je een looptest doet met die telefoon? Of hoe gaat dat? Nou, heel simpel gezegd is het eigenlijk een soort, er gaat een piep af dat hij begint te meten. En dan gaat de patiënt, ziet dan op de telefoon, dan gaat hij gewoon nu lopen. En dat duurt ongeveer 2 minuten. En dan wordt er gekeken met GPS van hoe groot is de afstand dat er gelopen is. Ja, het is echt heel simpel. Ja, en dat is zeg maar de simpele versie. En met zo'n telefoon zitten natuurlijk ook nog bewegingssensoren, gyroscopen. Die gegevens kunnen natuurlijk ook meegenomen worden. Dat je echt meer een looppatroonanalyse kan doen. Dat zou eventueel in de volgende fase ook nog onderzocht kunnen worden. Ja. En die apps zijn ontwikkeld. En dan hebben artsen, die hebben informatie aan de webbouwers gegeven, aan die appbouwers. En dat gaat dan over en weer. En op een gegeven moment heb je die apps. Ja, exact. Ja. Die staan niet in de App Store, neem ik aan. Nee, het is nog niet zomaar te verkrijgen, want het is ook echt aangemerkt als een medisch hulpmiddel. Ja. We meten hiermee de ziekte en dit kan je niet zomaar op de markt zetten, want dat kan ook, als dat niet goed onderzocht is, kan dat mensen ook op de verkeerde been leiden. Ja. Dus we moeten dat eerst nog goed valideren, goed onderzoeken, vergelijken met onze bestaande instrumenten. Meten ze inderdaad wat we willen dat ze meten en dan zou dat uiteindelijk wel beschikbaar kunnen komen. Ja. Ja, nou, die apps die geven natuurlijk hele waardevolle, mooie informatie. Maar dat moet natuurlijk ook door de dokter gemeten worden, kan ik me voorstellen. Want het gebeurt ook. Ja, het is een beetje hetzelfde verhaal wat ook eerder verteld is, hoor. Het moet denk ik wel heel ver in de toekomst zijn. Als we echt de ziekenhuizen en neurologen kunnen vervangen door een computer of door een telefoon. Nee, maar nu in het onderzoek. Want kijk, je krijgt natuurlijk die neurokey informatie. Ja. En je krijgt lopen en oogbewegingen en dat soort dingen. Ja. Maar zien je patiënten zelf ook nog? Ja, precies. Ja. De patiënten die worden een jaar lang gemeten met die apps. En die komen elke 3 maanden ook bij ons in het ziekenhuis. Waar ze ook, zoals ook eerder beschreven zijn, een halve dag aan metingen. Dus ze krijgen ook een MRI-scan. Er wordt een neurologisch onderzoek uitgevoerd. Er worden ook de gewone ziekenhuislooptesten, armfunctietesten, cognitietesten gedaan. En ook nog vragenlijsten naar symptomen die we anderszins niet kunnen meten. Dus het is al de normale ziekenhuismetingen die doen we natuurlijk ook om dat te vergelijken met de digitale metingen. Ja, dus eigenlijk voor alle drie geldt ook dat je inderdaad het hele technische exercitie doet, maar ook echt puur fysiek het patiëntencontact. Bijzonder allemaal. En ook weer high-tech. Hoe het, want je hebt nu, je vertelt ook in het filmpje, je hebt nu heel veel metingen gedaan. En je bent nu data aan het analyseren. Hè? En dat zeg je heel makkelijk, maar ik kan me voorstellen dat met alle metingen en de patiënt is een enorme berg is dat. Waar let jij nou op? Wat analyseer je dan voor de leek? Ja, ja. Nou, zegt mij niks, hè, waarschijnlijk. Ja, nou ja, onderzoek doen, dat is altijd gepaard met een soort plan dat je van tevoren opgesteld hebt. Hè, dat je niet blindelings iets gaat proberen. Dus je hebt van tevoren al natuurlijk wel een aantal hypotheses en hoe je dat dan hoopt te onderzoeken. Dus dat plan hebben we natuurlijk al. Ja. Maar je ziet altijd gaandeweg zo'n onderzoek, komen toch allemaal dingen erbij of loopt dingen anders. Dus dan stel je het soms wel eens bij, maar gelukkig heb je wel een overal plan. En dan ga je daarmee eigenlijk aan de slag. En voor mij is het heel erg van, we werken met 2 verschillende apps samen. En binnen zo'n onderzoek kan je naar heel veel verschillende factoren kijken. Je kan kijken van naar ziekteactiviteiten. Dus dat zijn dan die plotseling aanvallen. Maar je kan ook kijken naar gelijk achteruitgang. Je kan kijken naar MRI-maten. Dus zo hebben we het wel per het onderzoek wel opgesplitst. Dat we gezegd hebben van, ga kijken eerst hiernaar en dan daarnaar. Ja. Anders raak je inderdaad, zie je door de bomen het bos niet meer. Ja. Ja. Ja.
Ja, want uiteindelijk ga je promoveren en heb je dan al die informatie of is het hier weer, zijn het daar is het een deelgebied uit alles wat je hebt? Ja, het is nog wel een deelgebied hoor, want ik zei al eerder van nog veel te doen. Ik zal uiteindelijk wel heel veel analyseren, maar het blijft zeker ook nog heel veel over, want dat red ik gewoon niet of dat zou misschien ook niet in een boekje passen. Nee. Dus ben je nog wel. Ik krijg een vraag binnen. Wat is het traject van validatie van de MS-apps als ziektemodificerend middel? Ik gebruik ook geen medicijn waarvan de werking niet bewezen is. Hoe zie je het nut ergens anders? Ja, nou, we hopen hiermee dus de ziekte beter. Dank u wel voor de vraag trouwens. Ja, het is een goede vraag ook. Ja. We kunnen een MS dan hopelijk beter meten met dit middel. De telefoon-app. En dat zal ons dan moeten helpen in het besluiten van wanneer we überhaupt moeten starten met een medicijn. Of wanneer we misschien op een zwaarder medicijn over moeten gaan. Dus nu doen we dat natuurlijk heel veel op basis van wat de neuroloog ziet, wat we zien op de MRI-scan. Maar als we ook zien dat er in de tussentijd ook andere veranderingen zijn, kunnen we toch besluiten van nou, in combinatie met de smartphone-metingen hebben we toch wel aanwijzing dat er nu ook wel iets meer aan de hand is. En zo zou besloten kunnen worden dat er misschien eerder gestart kan worden. Ja. Of misschien kunnen we uiteindelijk zelfs voorspellen dat er een aanval aankomt. Ook weer de overeenkomst met je. Ja, ja, dus dat zou helemaal mooi zijn. En hoe is het met het moment van diagnose tot, heeft het nog zin om het eerder, hoe eerder hoe beter? Ja, dat is bij MS zeker het geval. Ja. Ja, ja. Er ontstaan ontstekingen bij MS. En nou, dat hoeft gelukkig niet altijd gepaard te gaan met uitvalsverschijnselen. Dus het hangt een beetje af waar in de hersenen of in het ruggenmerg de ontsteking zit. Ja. Maar het liefste willen we wel zoveel mogelijk die ontstekingen voorkomen. Want dat hangt wel samen met een betere uitkomst over een lange tijd. Maar je kan er niet van genezen? Nee, niet genezen. Maar in ieder geval wel die aanvallen wel heel goed afremmen. En ook hopelijk als we de geleidelijk achteruit gaan ook beter kunnen meten. Misschien eerder patiënten kunnen verwijzen naar revalidatiebehandelingen. Ja. Naar cognitieve behandelingen. Ja. Nou, Marleen natuurlijk heel erg over de psychische component, hè? Dat speelt hier, kan ik me voorstellen, ook. Ja, ja, de cognitieve klachten zie je ook bij voorkomen. Ook angst, depressie komt ook vaker voor bij mensen met de MS. Zeker, ja. Ja. Had jij nog een vraag, Marleen? Of Ruby, Marleen? Ja, ik heb op zich wel een vraag, want ik ben wel benieuwd. Want die app, dat is natuurlijk heel fijn dat je dan zoveel kan meten zonder het moment dat je dan bij de arts bent. Maar hoe wordt die data dan gedeeld? Komt er dan een keer bij de arts wat binnen een pop-up van, hey, goh, deze patiënt gaat nu achteruit, hier moeten we eerder ingrijpen? Of wat is jullie idee voor de implementatie? Ja, ja, de implementatie is inderdaad een hele belangrijk onderdeel, hè, want uiteindelijk moet dat bij de neuroloog terechtkomen. Ja. Nou, zover zijn we nog niet helemaal. Het is nog eerst een eerste explorerend onderzoek waarin we überhaupt moeten aantonen dat het werkt. Ja. Dus de structuren zijn nu vooral opgezet om dat onderzoek goed uit te voeren. Maar in principe zijn we wel al aan het nadenken over, en dat is dan bijvoorbeeld met de MS Sherpa-app, zijn we ook al bezig met het ontwikkelen van een soort dashboard. Dus de metingen die over een jaar tijd gedaan worden, de wekelijkse metingen bijvoorbeeld, die worden dan, komen dan in zo'n dashboard terecht. En dan kan de patiënt zou dat bijvoorbeeld kunnen zien, en de neuroloog kan dat dan ook op zijn scherm openen. Dan zie je gewoon een mooi grafiekje. Die laat zien hoe die testresultaat over de tijd naar weergegeven worden. Dus zo zou dat op zich ook weer heel eenvoudig kunnen. Ja. 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 Een beetje een algemeen ding. Hoe kunnen de patiënten met al jullie mooie onderzoek en technische voorspellingsdingen geholpen worden, concreet? Ja. Dus allemaal op termijn is dit, hè? Ja. Ja. Heeft even tijd nodig. Ja. Ja. Ja, zeker. Ja. Het is allemaal nieuw. Ja, ja, onderzoek doen kost helaas veel tijd. Ja. Maar goed, ik heb wel alle vertrouwen in dat, dat er toch al op de korte termijn in ieder geval wel iets komt dat wat al kan bijdragen. Ja. Ja, dat kan ook heel geleidelijk aangaan. Het is niet zo dat we de volgende dag meteen een app of een computer algoritme de eerste van die klaar. Het oplost. Ja, 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 maar kleine stapjes. Ja. Zeker. Ja, promotie straks. Weet je de datum al? Nee, helaas niet. Hopelijk wel 2021, maar ja, wie weet. Ja.